Je zal maar een lintje hebben. Hé, ja. Je zal maar ridder zijn. Hé, in de orde van Oranje-Nassau. Ja. En heb je ingezet voor goede doelen. En je hebt altijd mensen geholpen in je omgeving. En dan krijg je een lintje. Nou, en dat stelt dus niks meer voor. Vanaf nu weet je, vanaf vandaag weet je gewoon dat als je een lintje hebt, dat is, weet je wie hem nu ook hebben? Dus dan weet je dat het dus niks meer voorstelt. Die Vera Bergkamp, die Kamervoorzitter, weet je wel, die gewoon zo hup, en dat vindt ze zelf dus van niet, die gewoon zo hup, mesje in de rug. Van Ariep, weet je nog? Ja, ik ga die hele affaire niet meer oprakelen. Maar dat was een... En daarbij heeft ze ook nog eens een keer heel slecht gefunctioneerd. Heel slecht. Als voorzitter van de Kamer. Ja. Dus als je maar loopt te prutsen dan in je leven. En je presteert helemaal niks. Dan kan je dus gewoon een lintje krijgen. Dan word je gewoon ridder. In de orde van Oranje-Nassau. Ja, dit is een gewone. En hoe vind je die dan? En bijvoorbeeld nog zo eentje. Ja, dat is dus. Antje Dubbel T Kuiken. Ja, die krijgt ook gewoon ook zo'n ding op. Ja. En vanwege wat? Vanwege dat zij bijvoorbeeld toen die Ariep heeft laten vallen, gewoon zo. Voep! Weet je nog? Ja, die keken niet naar de rom. En die steunde haar ook niet met een brief. Toen in de Tweede Kamer. Nee hoor. Partij voor de Arbeid, handjes af. En laat die Ariep maar hup vallen. Boom! Die Ariep die loopt nog steeds bij de fysio. Pijn in de rug. Ja, van die klap. Niet te geloven zeg. Ja, en die krijgt ook zo'n lintje uit je dubbel T. Dus als je maar gewoon een beetje heel slecht gedraagt, hè, zoals zij in dat geval heeft gedaan, dan krijg je ook gewoon lintje, ridder, Oranje-Nassau. Nou vrienden, ik weet één ding wel zeker. Dat als ik hem zou hebben, en ik eigenlijk, ja, ik heb hem niet. Hè. Ik, gelukkig niet, want ik wil hem ook helemaal niet. Zeker nu niet meer. Maar als je hem zou hebben, hè, dan zou je toch dat lintje toch als een speer terugsturen. Minder praten.